Oh, what the fuck? Oh, hier? Eentje zal rood gaan worden. Zoals ik de vorige vocht zei, maar de hele koers hier weg. Yo mensen, welkom bij een gloednieuw vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Joshua. We zullen eens even bij de plantjes gaan kijken. Ja, ik moet zeggen, het ziet heel droog eruit, moet ik zeggen. Nou, de boontjes die doen het. Ah, ze zijn een beetje slap geworden. Is ook slap? Ja, ook beetje slap. En men doet de maatjes. Oh, what the fuck? Oh, hier? Eentje zal rood gaan worden. Nog meer? Heb ik er nog meer? En hier, ook nog een maatje die rood is geworden. Hi! De fuck, hier is de maatje rood gaan worden. Rood, hier is rood, hier is eentje rood. En daar is eentje rood. Dit moet Koosje weten. Waar is Koosje? Koosje? Ja? Heb je tijd, even tijd? Nee. Om bij het maatje te komen kijken? Ja. Heb je ook met de tomaatjes gezien? Nee? Nog niet gezien? Nou, ja, moet zeggen. Oh. Hier is lekker rood. Oh, naar buiten. Daar meer kleur op beeld. Meer kleur. Daar is ook eens rood. Tijgers. We laten Koosje nu de maatjes zien. Koosje is een beetje nieuwsgierig geworden. Kijk, hier rode tomaatjes. Oh. Ja. En hier eentje. Oké. Okay. Op beeld ziet het veel rode uit, zie je? Op beeld ziet het veel rode, veel rode uit. Ah, we moeten zeggen, er zijn al rode tomaatjes. Dus op de tomaten krijgen al de kleur rood. Ja. En oranje, die moet rood worden. Dat snap ik, Koos. Straks moeten ze... Water. Water. In de avond. Mensen, ik beloof nog te filmen. Als het de zon weg is, beloof ik dat ik jullie tomaatjes ga zien laten sproeien. Dus ja. Dus de tomaatjes zijn lekker aan het groeien. De bontjes zijn lekker, een beetje slapjes, maar misschien horen ook wel. Horen de bontjes slap te zijn of... die loopt nu weg. Ja, dus oké, maar mensen duidelijk ook een rode kat. Eigenlijk is het een oranje, maar mensen noemen het een rode kat. Nee, waarom? Zou ik niet. Want ik vind dat dit vind ik meer dat het rood is dan dat. Dus ja. Waarom? Dan moet je bij de mensheid zijn, niet bij mij. Mensen zijn hier helemaal aan het opruimen, dus we mogen echt weg zoals ik de vorige zei, maar de hele koers hier weg. Zullen we voor de weten? Ja, als je voor de vorige keer vertelt. Moet ik even doen pas? Zo pas houden? Zo pas houden? Dus ja. Dan ga je opgeruimd worden bij die kast. Wat denk je? Ja. De camera. Nee! Moet even draaien. Dit draaien, mensen. Die is dicht. Koosje aan dit ding op. En nou? Ja, slang weg. Ja, kom maar met dit ding. Laten we even hier liggen. En dan trek ik het hier naar binnen. Rustig. Dat ding is opgeruimd. Zo. Oh. Ga je maar zo. En dan zien jullie mensen dat dit helemaal aan het inzakken is. Oh, rust. Ja. Mooi verhaal van je koers dat je weggaat. En in de winter gaat hij hier staan, ergens op het grasveld.
Dus hou hem graag goed in de gaten. Mensen, de pomp zit al in. Dat is een pluspunt. We gaan een winterslaap houden, maar tijdens de winter mogen ze weer eruit. Eigen zomerslaap gaan ze houden. Mira, hoe gaat het met jou daar, schat? Was goed, hè? Lekker vliegen later, die hè? Die moet daar in de doos. Oké, die is er? Ja, langs die doos. Ja. Met die andere... De andere weer? Welke die andere buur? Welke? We hebben maar inzet mensen nog. Moest even snel gebeuren. Die mag gewoon hierin, volgens mij die. Die reserve. Het vult gewoon die koesie. Koos, slag, snel vochtje. Doe je hier maar in. Deze? Hier, helemaal leeg. En alleen allemaal weer nog even. Allemaal koosje aan, maar niet de camera. Maar die leeg laten lopen. Ja, denk gewoon zo, toch? Gewoon een goede bij de niemand. Hij die ding deed of zo. Denk ik. Zo doen de meeste mensen. Koosje, moet zeggen, Koosje, jij hebt best veel geld, moet zeggen. Luid. Ja. Dus wanneer heb je ogen? Kom in hier. En mensen, we moet zeggen, papa heeft die koosje dus opgeruimd hier. Zoals je weet, daar staat hij. En papa heeft de hele zwembad helemaal anders gezet. Lekker het straatje daarheen. En dus zo staat nu bijvoorbeeld zo mensen. En die koets is opgeruimd voor de zomer. En wordt in de winter opgezet. Dus ja. Dat is best wel leuk om te weten daar ook in zitten. En als het met me klaar is met de volloppen, gaan we even deze plantjes besproeien. Dat had ik jullie zeggen in het begin van de vlog. De mensen, ik ga nog eventjes de insteek ben geschoren. Zullen jullie zien. Dat heb ik nog even snel gedaan net. Maar het plantje water geven. Want ik zei in de vorige vlog even scheren. Dat heb ik gedaan. Even het plantje water geven. Dan zeggen de tuinslag ligt daar. Dus ja, dat is wel makkelijk. Dus ja. Maar ik heb even hier neergezet. Eerst moet ik even de slang goed aanzetten op de groeschoon zetten. Kijk van wat goed in stond. Nu gaan we met jullie naar de plantenbakje. En daar zit het vast. Hui! Dan gaat hij even goed de plantjes aan het maken. Zo. Lekker de planten goed daar nat maken, hier ook. Nee! Dan kan je ze niet hangen. Zo goed op de maatplanten hier zo. En dan vind je nu de grond droog nat niet is. Dus we zetten nu terug. Hoppa! Mensen, je zou zo'n stand dus, hè? Hoe zit dit stand? Kom dan draaien. Zij je? Als je klaar bent. Ik ben klaar. Blijf je nodig, ja? Ja. Ja. Ik had jullie beloofd om de plant water te geven vanavond. En die is het nu gedaan. Yo! Even de deur maken, even snel. Dan mag je voor de tweede keer inrollen. De mensen, dit was het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie genoeg hebben gekeken hebben en leuk vonden. Ik zeg nog mensen voor deze vlog, mensen,
eerst een bedankt!